Na een paar slechte oefensessies tijdens de vrije trainingen weet Max Verstappen toch pole position te pakken voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. Gevolgd door Oscar Piastri op P2 en Lando Norris op P3. Ja, de McLarens die zitten er inderdaad weer goed bij. Voor Fernando Alonso en Sergio Perez was het echter een slechte kwalificatiesessie. Tijdens de derde vrije training belandde Fernando Alonso in de bandenstapels, waarbij de linkerachterband schuin op de auto stond. De Spanjaard verloor de controle over de HMR24 en kwam achterwaarts in de muur terecht. Ja, Alonso bleef gelukkig ongedeerd en bood via de boordradio zijn excuses aan het team voor de fout. Nou, het team had dus wel werk aan de winkel, maar wist gelukkig wel de wagen op tijd te herstellen voor de kwalificatie. Tijdens de kwalificatie zocht Alonso direct de limieten van de baan op en dat heeft hij ook wel geweten, want hij maakte namelijk een uitstapje buiten de baan waardoor hij geen ronde meer neer kon zetten en dus morgen start vanaf P20. Ook voor teamgenoot van Max Verstappen, Sergio Perez, was het geen leuke sessie. De Mexicaan wist niet door te stoten naar Q3 en start morgen dus vanaf P11. Q3 is uiteraard de allesbeslissende sessie en die was ook wel echt spannend. Het team van McLaren heeft duidelijk mooie stappen weten te zetten in de competitie. Lijkt de lijn naar de winst in Miami door te kunnen trekken in Imola. Piastri en Norris die starten namelijk morgen vanaf P2 en P3 en zaten binnen een tiende van Verstappen. Ja, dat Verstappen pole position wist te pakken, daar was hij zelf ook wel een beetje verbaasd over. Het was een heel lastig weekend tot nu toe, zelfs vanochtend nog. Ik ben ongelooflijk blij om hier op pole te staan, ik had het niet verwacht. We hebben wat veranderingen gemaakt voor de kwalificatie en daardoor voelt het wat beter. Ik kon wat harder pushen en dit circuit is fantastisch, want om hier in een kwalificatierondje op de limiet te zitten, dicht bij de grindbak, ja, ik raakte de grindbak zelfs nog in de laatste bocht. De adrenaline, die zit hoog. Ja, het is zijn 7e pole position van dit jaar en zijn 8e pole position op rij, waarmee hij dus Ayrton Senna evenaart. Verstappen zegt daarover, het is een geweldige start van het seizoen, maar dit is natuurlijk wel speciaal. Het was 30 jaar geleden dat hij overleed op dit circuit. Ik ben er dus wel blij mee dat ik hier pole heb kunnen halen. Het is een mooi eerbetoon aan hem. Een ongelooflijk goede Formule 1 coureur. Zeker ook als het ging om de kwalificatie. Het is een geweldige dag voor mij en een geweldige dag voor het team. Aldus Max Verstappen. Hoewel Lando Norris er het hele weekend al dichtbij zat, moest hij uiteindelijk toch genoegen nemen met P3. En daar kan hij wel mee leven, zegt hij. Ja, hij ziet ook genoeg perspectief voor de race van morgen die om 3:00 in de middag van start gaat. Ook zijn teamgenoot Oscar Piastri liet merken dat hij toch wel heel erg tevreden is met zijn laatste rondje. Na afloop van de kwalificatie zei hij dat het team het hele weekend al goed tempo heeft. Maar dat je Verstappen en Red Bull nooit kunt uitsluiten. En dat het ook zeker geen gemakkelijk circuit is om in te halen. En Daniel Ricciardo dan, die werd nog na de derde vrije training voor de Grand Prix van Emilia-Romagna op het matje geroepen bij de stewards. De V-Corp coureur is namelijk bestraft vanwege gevaarlijk rijgedrag. Ricciardo heeft een boete gekregen van €5.000. Het duwde namelijk Kevin Magnussen van de baan, maar omdat dit na de finishvlag gebeurde en geen invloed had op Magnussen resultaat, kreeg hij geen verdere straf. Morgen in de ochtend zijn we er weer met Race Day, dan zit Remy op deze stoel. Wil je dat niet missen? Nou, vergeet je dan niet te abonneren op dit kanaal en dan zien we je morgen weer. Tot dan! Hoi!